Goedemorgen en welkom bij Vlogmas dag, oh mijn god, 15! Het is gewoon alweer dag 15. Dat betekent nog maar 16 dagen en dan is het jaar ook voorbij. Of 15 dagen. Nou, in ieder geval heel kort. Ik ben vroeg op. Het is nu 2 uur 's nachts bij jullie. Ja, het slaat nergens op. Hoe laat is het hier? 9 uur. We gaan op pad met de meiden voordat het evenement begint. Dus ik ben wat vroeger opgestaan, helemaal klaar. En nu even nog mijn haar stylen en dan kunnen we op pad. Dus we zitten beneden. We zijn even bij de ontbijt gaan zitten. We moeten wachten op 2 meiden. Misschien komen ze niet, misschien wel. Anders zijn het Maya en ik gewoon. Wat we gaan doen, dat heb ik helemaal niet verteld. We gaan naar de Black Market, als ik het goed heb. Daar heb je dus allemaal nep dingen van alles. There's Maya. So maybe it's just the two of us, right? Right now it's still just the two of us. Seems like they overslept, so I don't know. Yeah. So we're waiting 15 more minutes and then we just leave. Yeah. And I'm gonna buy fake Nike Air Max. Oh, me too. So we'll see what they have. Hopefully everything that I need for Christmas, so I have all my Christmas presents for everyone. Yeah, that'll be great. And people be like, oh my god, you bought this? And it was only a couple bucks. Double vlog. Oh yeah, what's your YouTube channel? It's My Pie. My Pie. Yeah, My Pie. Okay. I'm so close, so close to 3,000 subscribers on YouTube. Oh really? Yeah, so awesome. Hopefully after this trip, people see me pro plays and then it will be 3,000. Well, let's go have breakfast. We're not sure if we can find it. Maya and I are with the two of us because the rest was sleeping. So now, well, it's like not crowded here at all. So no. I think we have the whole market for ourselves. That would be nice. This looks super weird though. What? Everything like this looks super weird. Uh-huh. Okay, I'm swapping to English for a bit because I feel a bit bad for Maya that she feels left out between us guys, so she can join the conversation now. So we went into the black market. It was weird. It was super weird. Like, yeah, they're all it's like if you have been to Turkey, yeah, and goes to those markets, yeah, it's like that, but these are actually nicer. Yeah, yeah. Yeah. And with Chinese people instead of Turkish people. But it's really weird. They show the shoes. Oh yeah. Oh my god. She got shoes. I'm in love with them. I might like if I dream about them tonight, yeah. I'm gonna go back here tomorrow and buy them. Yeah. No, but yeah, I didn't vlog much inside because they didn't really like No camera. So now we are looking for a cap, and I think that's yeah. The caps, because there is something on the top of the car. Yeah. But I will show you guys in a bit what I bought. But I can't show you all because there are some Christmas presents, and my mom is watching, and it's for her. So I'm not going to show the Christmas presents. We're in the cap. Everybody wants us to pay 200, and I was like, nope.
So we walk away from a lot of cabs. Yeah. And then this one, I said, we pay 60, 61. He's like, okay. But he's gonna do it on a meter, so it's gonna be less, probably. Yeah. But we're not sure if we're going the right way, but we'll see. Yeah, I think we are. We are now. But he's taking a detour though. But it's okay. We'll let him. Yeah, we'll let him. As long as he is take us to a hotel so we can have lunch. Yeah. It's fine. We zijn weer op de venue. Ik heb vandaag mijn oortjes, mijn in-ears meegenomen. Charlene had dat verteld tegen mij. Dat is wel wat beter. Ik heb een beetje last van mijn oren dat die niet. Mijn oren, niet mijn oren. Maar mijn oordoppen zitten niet strak genoeg om mijn hoofd heen. Want ik heb deze headset al best een tijdje. En hij is gewoon wat losser gaan zitten. En daardoor kan ik echt weinig horen. Dus ik zat ook gisteren mijn oren tegen elkaar te duwen. Als ik zat te campen in een huisje. Zodat ik dan alles goed kon horen. Dus ik heb nu die in-ears meegenomen. En hopelijk ga ik daardoor beter horen alles. En dan ben ik misschien wat minder paniekerig. Dat hoop ik tenminste. Nu eerst bubble tea bestellen en wat oefenen. En dan mogen we, hoe lang moeten we wachten? 4 uur voordat we gaan beginnen. You know what time it is. Bubble tea. Wat is het gast voor? Vandaag gaan we voor de Cooler Master merch. Ik hoop dat ik dit aan mag houden, want het zit gewoon lekker. Bedje op. Ik heb oortjes gekregen. Mijn eigen oortjes werkten niet. Echt super jammer. En ik moet in ears. Volgens Charlene, en dat wil ik zelf ook, want ik hoor echt veel beter. Dus dat heb ik nu van Machine gekregen. En ik hoef ze morgen pas terug te geven, dus ik hoop dat alles goed gaat nu. En dat we iets hoger eindigen. Ik ga mij in ieder geval mijn best doen. Oké, ik zag. I look like a witch. Like. Yeah, on a broomstick. Yeah, that's. That's how I look like. So I saw a video online and I wanted to try it. Oh my god, I look ridiculous. If you're wondering what they're doing, she is making a selfie using her boobies to stabilize. Yep. That is. Oh my god, Maya. Nou, vandaag gaan de testgames op zich wel redelijk. Ik heb weer een kill en 8 geworden, dus. Ja, ik ben best tevreden. Hopelijk kan ik het doorzetten. Etenstijd. Ja, ik heb van alles. Dit is volgens mij kip, salade, noedels en pak soi. Ziet er niet smakelijk uit, maar ik hoorde dat het heel lekker was. Dus ik ga het proberen. Oké, het is opgegaan. Het was lekker. Ik had alleen totaal geen honger. Dus ik heb het allemaal maar naar binnen gewerkt. Omdat ik anders dadelijk honger krijg. Nu ga ik het zo beginnen. Nog een uurtje ongeveer. Iets minder dan een uurtje. En dan gaan we beginnen met de eerste game. En wat heb ik in mijn hoofd? What she said. Can I have 2 of those? Can I have 2 of those? Ik heb eigenlijk helemaal geen tour gegeven. Misschien wordt deze vlog echt super lang. Maar goed, ik vind het toch leuk om even vast te leggen. Daar staan de Engelse casters. En hier de Chinese. En dan heb je hier, ja hier kom ik niet. Omdat ik niet eerste word. Maar hier is het interviewplekje. En dan achter de stage, hier zit volgens mij de spectators en zo. En dan heb je hier achter de stage, daar is dus het, ja, hoe zeg je dat, waar we spelen. Hoe zeg je dat nou, de booth? Maar nee, het is geen booth. Ik vind het echt super cool eruit zien. En het is allemaal echt goed geregeld hier. Wat ik echt verbaasd van ben. Want ik heb natuurlijk best veel e-sport events meegemaakt. Maar dit is echt wel top. Werkt echt allemaal goed en zo. En iedereen is super vriendelijk. En hier zit ik dus. Hey, en dit is Bobby. Dat was echt super slecht. De eerste game. Echt. Balen als een stekker. 47ste. Wat niet laatste is. Dus hey, toppie. Maar niet ja, 47ste. Ik hoorde die persoon echt niet. Gewoon. Ineens was ik dood. Ik hoor diegene niet gehoord. Echt heel slecht. Gelukkig ging ze heel snel dood daarna. Daar word ik altijd zo blij van. Denk haha. Payback of zoiets. Maar goed. Ja, dit is natuurlijk helemaal niet goed voor mijn ranking.
Ik blijf toch wel bij mijn strategie, denk ik, hoe ik het nu ga aanpakken. Hopelijk werkt het. En als het volgende game weer slecht gaat, dan ga ik terug naar mijn oude strategie. Mama Stasa, she's gonna be having a second fight, but look at this. Someone is there. Look at it. Yeah, Matthew be in there camping. She has no idea. Matthew's gonna have the element of surprise here. Just when is she gonna go out and take the shots? Yeah, hopefully not anytime soon, is what Matthew is saying. But she's gonna be lying in wait. She's got her gun trained on the left hand side of the door, waiting for the body of Mama Tasso, whoever opens that door, to sort of shift over to avoid those lines of sight. She's hearing the footsteps full well. She knows that there is an enemy threat in that from her loot location, crossing these wide open areas. No helmet on Miss Gucci either, so she's in a very vulnerable position if anyone would be to get those nice shots, and those shots are going to be coming out right now, taking Miss Gucci down to about 70 HP. Yeah, Matthew's showing a lot of patience and gets rewarded. We talked about this again in the first game. You're trying to get that hot start, you're trying to get some momentum behind you, and to die like that, how did that play on your, like, your mentality going forward in these future games? Right, it's something to be. She's able to come out with the kill. Yeah, use that nade to mask the sound of her running around trying to change position, but none of mine, just coming up huge with the kill there. Still in the blue, needs to find a good place to move into the circle. Going to have a clear path. Moving on to Lizzie here, facing off against Matthew. Matthew playing far back as well. Lizzie moving on up towards Helen, who's going to be waiting. Everyone is hell anticipating someone to come over, and if Sansa continues to hold this with the AKM, she's going to be finding herself a nice kill as more and more action pops off around the map. Helen going to be pushing up. Mask immediately going to be taken out by Majesty. Charlie picking up her first kill of the game, but the blue zone is going to be almost finished with that shrink. Phase number 5 will be in full effect here in a matter of 5 seconds. Yeah, everyone's still working the edges. You do have the players in the middle that are going to be comfortable, but the edges are going to be so much under pressure. Lizzie moving on up, running by an enemy, not knowing there. She's going to get shot in the back. Going to be shot in the back. Hard shift up to the north for phase number 5. Mathia facing off against a world of trouble, trying to combat that blue zone damage. And Tanya Kakanya going to be taken out by Zanson in the kill feed. That is going to be one of our top leaders on the global leaderboards, taken out fairly early here in game number 2 of the day, game number 7 of the tournament. This is the opportunity. Went out incredibly early. All 4 of the top 4 went out before, I think, 25th place. Yeah. That's huge. It is huge. It's huge as to what it is going to do on the leaderboards. We are absolutely guaranteed going to see at least a few different shifts on the top, maybe 10 placements. So the fact that all 4 went out super early, though, does mean that those 4 are probably going to stay at the top. Not one isn't going to overtake the other one by a significant margin. I do think Majesty Charlie, I think she got... We zijn geen top 20, maar wel 2 kills. Hell yeah. I shake so much this game. Oh wacht, ik ga in het Engels praten. Maar ik was echt aan het shaken, maar ik heb wel 2 kills. Echt yes, dat betekent een hele hoop punten. 20 namelijk. Dus nu zal ik wel wat opgegaan zijn in de ranking. Eindelijk. Ik was net 38ste overall. Ik ben benieuwd wat het nu wordt. Okay. Jongens, ik krijg dus de hele tijd appjes van mijn moeder. Wat er in de chat gezegd wordt nu. En stuur dan wel foto's. Het is echt zo leuk. Het is echt zo leuk om dat tijdens de game te zien. Mijn hart wordt er echt gewoon warm van en zo. En ik word er zo blij van. En mijn interview was net tussen de games. Die zal je dus ook zien. Het is Bobby. Bobby is so nice as well. It's really cool. I'm so happy. Even though, like, I want to be top 10 at least once today. But I'm already so happy. And I have, like, seen all your support, guys. I want to make you even more proud and show you what I got. So I'm doing my best. PUBG, not to contest myself. I've been to PUBG Invitational, but that was just to watch. And I joined some of the Twitch Rivals, but that's an online competition. I haven't been in China before, but I just got a Chinese bubble tea, and that is super delicious. I think that this tournament is a massive, like, message to the other girls in the world, especially in the Netherlands. I think that is very hard for talents in the Netherlands to become an esport player or like a pro gamer. And I think with this tournament, a lot of girls are watching and think, hey, it's not only a dream, it can come true to become a pro player as a girl as well.
when I walked in, I was like, oh my god, it's really happening. I had no idea what to expect, but the stage is really pretty, and it's almost a little bit magical. I want to do a big shout out to the Mod Squad who is watching from home, and my mom and dad and my boyfriend. You guys are a big support, and of course all my sponsors. Thank you so much for making this happening for me. As she now faces off against the Blue Zone, able to quickly get that first date off, but will it be enough? Her position is completely exposed, and she's got to make the rotation out as Kira continues to hold these angles. Not only does she have to run through, but also stay on the right side of that Blue Zone. It's very, very hard to see through. Oh, what a nice combination of shots coming in there, unfortunately. Not a whole lot of them connected. Does manage to get some damage on through. Molotov will be thrown as well. Things just probably Kira is safe on the backside, but you can see none of them actually really having a clear sight on each other. It's very, very hard on this patch to see. Zes en dertigste jongens na de derde game. Wel jammer. Dat gaat weer omlaag in de ranking. Ja, kan ik erop zeggen, ik had gewoon de zone tegen. Ik had geen mats. Helemaal surrounded by mensen. Dat is gewoon niet mijn game. Maar die vergeten we gauw en we gaan door naar de volgende. In total. Of course she didn't want to do that, but points-wise, that's going to be extremely frustrating for her, knowing that this will give a chance for the people even below, but also under her, to get those steps further forward and ahead. Yeah, Van Dijk going to be moving into a house on Matthew. He's not going to be expecting this. I believe Matthew has done this before. Yes, he's this sneaking. Looks like deja vu. I swear to God, we have already seen that exact thing play out. You know this what? If it ain't broken, don't fix it. Oh, that's just how it is. That's just how it is. I'm almost positive that happened exactly the same way. You gotta even herself. This is when the blue starts to do a lot more damage. CC with the AUG. You put that weapon in her hand and she will spray you down. Gets the kill onto Ting. See, the kill feed is just popping off right now. Everybody trying to make the run up here. We talked about the roads becoming a factor. It has still gotten the circle completely split and have MyPy up close with Marthy. Now spots ahead, and there you go. Nice kill coming in from MyPy. Great reaction. Down to under half HP. Needs to get those meds going, but finally, a fortunate day, as you can say, is able to stay put. Charlie also taken down, but again, inside of top 15. Yeah, but that's still not going to be enough points. So. Hell yeah! Alles voor die rankings. Gewoon een kill en 16e jongens. Weer gekilled door Maya. Net als gisteren, maar dat mag. Volgens mij, ja, ik had haar niet bijna dood. Ze speelde echt goed. Op naar de volgende game en de laatste game van vandaag. De laatste game komt eraan. Ik ga naar Frank luisteren. Die stuurde op Twitter dat ik eerder naar de zone moest. Dus ik ga nu naar de zone rushen. Kijken hoe dat gaat. Because I feel like big wheels, they're kind of noisy when they're moving around. Yeah, Sunny, once those circles pop, she does like to get on her feet and move early so she doesn't have to get stuck on those edges. But right now, you see Little Big Will's going to be moving in towards Miss Gucci as well. You see Lizzie and Elizabeth picking off two players. We're down to 39 and 13 minutes basically into the game. Sunny loves the high ground. You see her play on the top of the hills. It seems to be a trend for me that I've noticed that she likes to go on top of the hills to be able to look down rather than being from the down looking up. For sure. She's not in the circle center yet. She needs it. Helaas, helaas. Voor 40ste plaats zonder kill. Wat rushen naar de zone was geen goed idee. Dus dat ga ik morgen niet meer doen. Dat is gewoon niet mijn stijl. Dus ja, ik had gewoon pech hier. Maar ja, het was jammer. Ik ben weer terug op de hotelkamer. Ik ben best een beetje chagrijnig eigenlijk. Van die laatste game ging het toch echt niet goed. Daar baal ik echt flink van. Maar ja, daar moet ik even overheen. Nu gaat iedereen naar de bar in het hotel. En ik wilde eigenlijk gewoon vroeg slapen. Ik zit een beetje te twijfelen wat ik ga doen. Ik denk slapen. Alhoewel ik dan denk van ja, het is maar de laatste keer dat ik hier ben. En ik met hun kan chillen. Ik ben niet zo van de grote groepen. Weet je, ik vind een groepje met vier meiden vind ik prima. Maar grote groepen, daar word ik bang van. Maar het is even niet anders. Zo, ik heb besloten. Ja, dit is voor mij een heel ding hoor. Daar zit ik dan heel lang over na te denken. Ik heb even besloten dat ik niet naar de bar ga hier in het hotel. Weet je, grote groep, onbekende mensen. Dat is gewoon niet helemaal mijn ding. Vind ik eng. En kom ik toch niet helemaal tot mijn recht. Dus ik ga lekker kopje thee zetten. Ik heb mijn joggingpants aangetrokken. Ik ga denk ik even een fotootje maken voor Instagram als het lukt.
Dus daar ga ik nu even mee aan de slag. Foto's geüpload. Ik ben nu de clipjes aan het terugkijken. En nu ga ik denk ik maar meteen even editen deze video. Heb ik dat ook maar gedaan. Komt maandag online deze. En dan ben ik gewoon alweer thuis. Oh my god. Ik land op het moment dat deze video online komt. Dus ja, ik verwacht dat ik dan dinsdag weer kan streamen. Hopelijk niet te veel jetlag. Super raar. Dat betekent dat morgen gewoon de laatste dag is hier. Heel apart. Maar ik moet nog wel 2 nachtjes slapen hoor. Ik denk dat ik er maar een einde aan ga breien aan deze video. Echt, ik wil jullie weer bedanken voor alle lieve, lieve, lieve berichtjes in de chat. Dat was zo niet normaal. Ja, het is gewoon ongelooflijk. Zo lief en zo supportive. Het doet me echt super goed. En eigenlijk moet ik je eerlijk zeggen dat ik daardoor ook totaal geen heimwee heb. En ook totaal niet dat ik me totaal niet misplaatst vind hier. Want ik heb gewoon vet veel mensen die mij graag willen zien spelen. En dat is natuurlijk ook een leuke message naar Zoe de Wina toe. Dat ze niet denken van, oh, die Mathias zit ook alleen maar in die badkamer te campen. Ik bedoel, het is een tactiek. En wat hij ook zei, zolang het werkt. En gaan ze het niet nerven of zoiets, zei hij. Weet ik veel. Maakt niet uit. Tijd om naar bed te gaan. Eerst editen en dan naar bed. Ik hoop jullie allemaal te zien bij de volgende video. We zitten 1 subscriber weg van 3000 abonnees. Dus ik hoop echt dat er nu iemand aan het kijken is en nog niet geabonneerd. Zorg dat je even abonneert. Dat zou ik echt super super leuk vinden. Dankjewel alvast. Vergeet niet de duim omhoog te doen. Comment even iets leuks. Ik heb niet zo heel veel comments de laatste tijd gehad. Ik vind het super leuk. Ik lees ze ook allemaal. En als ik tijd heb, reageer ik erop. Dus doe dat vooral. En dan zie ik jullie heel graag bij de volgende video.